Laat je woonkamer stralen met de stijlvolle 3D-diamant. Zo gemakkelijk gaat dat. Als eerste moet je de Kwikko in de juiste positie plaatsen. Bevestig hiervoor de universele houder aan de ladder en klik de Kwikko vast. Richt vervolgens het laserkruis op de gewenste plek voor je diamant. Het is het beste om de verticale hulplijn langs de hoek van de muur te plaatsen. Zo creëer je een fantastisch 3D-effect met de tape art. Om ervoor te zorgen dat de diamant later mooi symmetrisch is, moeten de bovenste buitenpunten rechts en links op dezelfde afstand van de kamerhoek liggen. Meet hiervoor met behulp van de Bosch laserafstandsmeter Zamo de buitenpunten. Markeer deze met een potlood op de muur. Plak nu eenvoudig langs de laserlijn de eerste strook tape. Verplaats daarna de Kwikko circa 40 cm op de ladder naar boven. En breng een kortere strook tape op de muur aan. Herhaal de stappen ook voor de middelste buitenpunten van de diamant. De potloodmarkeringen vormen de buitenste verbindingslijnen van de diamant. Om alle schuine lijnen accuraat af te plakken, zet je de Kwikko in de juiste schuine positie en plak je de verdere lijnen met tape af. Dit is praktisch. Als de lijn over een rek loopt, dan ontstaat nog een extra 3D-effect. Snij voor de finishing touch alle hoeken met het hobbymes netjes bij. In een handomdraai heb je jouw kale muur in een kunstwerk veranderd. Bosch, technologie voor het leven.